De wereld verandert. Je hebt het misschien nog niet door, maar mannen die van Mars komen en vrouwen die van Venus komen verdwijnen. 20 jaar geleden waren jongens gemiddeld beter in wiskunde dan meisjes. 5 jaar geleden waren ze gemiddeld even goed, maar onder de echte uitblinkers trof je nauwelijks vrouwen aan. En sinds juni is ook onder de wiskundegenie het seksenverschil verdwenen. Hoera voor de emancipatie, maar wat is er aan de hand met dat verschil? Dat verschil dat volgens de populaire psychologieboeken al bij ons is sinds de oertijd en in onze genen ingebakken zit. Aan onze genen is de afgelopen 20 jaar niks veranderd. Wat we hier zien is de triomf van de epigenetica. Deze snelgroeiende tak van wetenschapssport is niet zozeer geïnteresseerd in onze genetische blauwdruk, maar in de manier waarop onze omgeving onze genen kan aanzetten of uit. Als we aan onze chromosomen denken, zien we meestal 23 paar kleine wormpjes voor ons. Keurig op een rijtje. Daarin zit ons DNA, alweer zo'n keurige dubbele helix. Maar in het echt ziet het er zo niet uit. Het is veel rommeliger dan dat. Een chromosoom heeft meer weg van een bolletje wol. In dat bolletje wol zitten de genen als een soort knul in elkaar. Voordat een gen actief kan worden, moet die eerst uit het bolletje wol gerold worden. De genen die binnenin het bolletje wol zitten, doen de helft van de tijd niks. Pas als er een invloed van buitenaf komt om ze eruit te peuteren, zoals nu mijn vinger dat doet, worden ze actief. Opvoeding is zo'n invloed van buitenaf dat kan zorgen dat een gen actief wordt. Op dezelfde manier kan opvoeding zorgen voor echte biologische man-vrouw verschillen in de hersenen. Dat is bij ratten al aangetoond. Een meisjesrat werd opgevoed als een jongetjesrat, precies zo, en toen ze volwassen was bleek dat ze een mannenbrein had. Mijn idee is dat het bij mensen precies zo werkt. Vanaf het moment dat een baby geboren wordt, voeden we ze anders op. Jongens noemen we tijger en stoer en een stoere kerel en geven we autootjes om mee te spelen. Meisjes noemen we lief en schattig en geven we een pop. Onbewust vormen we zo een zeer kneedbaar babybrein om in een soort Mars- en Venusmachine. Bij meisjes zetten we degene aan die zorgen voor taalgevoel en bij jongens maken we techniek talent actief. Als de epigenetica ons iets leert, is dat het niet zo hoeft te blijven. Als we in plaats van onze onbewuste stereotypen gaan letten op de individuele talenten van onze kinderen, dan heeft elke baby straks evenveel kans om zo te eindigen als zo. En dan kan dit akelige boek eindelijk bij het oude papier.